I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Dag lieve tatties, welkom bij weer een nieuwe video. Mijn naam is Sergio. Ik ben vandaag met mijn vader. En mijn naam is Gino. En pa die is vandaag helemaal naar Sint-Niklaas getoeterd om voor onze koelkast op te halen. Want ja, bij ons gaat niks normaal. We hadden een koelkast gekocht en die was niet meer leverbaar. Althans, er zou nog één batch komen van Samsung. En die zou dan verdeeld worden over alle winkels in Nederland. Daar konden we op wachten, maar dat risico hebben we niet genomen. Dus ik was er een beetje gaan zoeken. En dan heb ik er dus eentje in België gevonden. Ook nog eens €150 goedkoper. Dus daar was ik heel erg blij mee. En ja, die moeten we dus nu in de box zien te proppen. Zoals we hem dus ook in de auto hebben gepropt. Ja, dat is niet de kleinste hoor. Het past net aan, hè? Ja. Precies gewoon. Precies, precies niet. Ja, nou, had niet, had geen 10 centimeter langer moeten zijn. Oké, ik... Nog een twee? Nee. Ik pak even een karretje, ja? Verpakking. Hoe heb je hem in de auto gezet? En zie je nou de ijsklontjes erin? Dus. Je hebt wel hulp gehad, neem ik aan. Ja, 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 maar die man die doet niets anders elke dag. Maar die ging iets meer schuiven dan. Verpakking. Dat is het probleem, hoor. Ja, Alice. Ja, de zijkanten komen in principe ingebouwd. Ja. Dus, nou, oké, maar dat moet toch niet kapot zijn? Mooie kleur is het ook, hè? Ja, je kunt het niet zien, maar het is wel mooi. Echt mooi zwart. Maar hier zit de dingetje gebouwd. Ja, tablet. Tablet ingebouwd. Kunnen we straks al alles, boodschappenlijstje, recepten, YouTube. Bellen. Nee, ja, bellen niet. Ja, je kunt het wel op internet. Kun je wel chatten of zo, hoor. Ja, ja, nee, dat kan ja, wel. Ja, oké. Okay, ja. Dus je kunt het gewoon live, vanuit je koekkast. Er zit een camera in, hè? Die je kunt wel... Moet je in de koelkast gaan zitten? Sushi maken. Ga in de koelkast zitten. Hé, hey, René, zet de camera aan. Ik zit in de koelkast. Ja, camera loopt. Kom op, duw het. Oh, ja. Ja of nee? Ja. Oké. Okay. Nou. Kom eruit. Kom uit de kast. Zo, nou die bad boy staat op zijn plek. Dan hoeven we alleen nog maar een wasmachine en een droger. Twee kastjes van Jessie's kamer. En de salontafel.
Ja, en wat keukenspullen. Maar dat keukenspullen en zo, dat past allemaal nog wel, toch? Keuken? Keukenspullen, dus servies. Ja, maar je kunt er bovenop nog even, daarop bovenop. Ja, ik heb daar nog zeker... Dan, kun je de lucht in. En hiervoor trouwens ook, dus... toppie! Wij zijn op het punt om naar jouw moeder te gaan, naar Els. Ja. Want Jesse gaat logeren. Dat klinkt heel erg leuk. Voor hem wel. Maar dat moet... omdat René morgen wordt geopereerd. Ja. En we moeten al 7 uur in het ziekenhuis zijn. Dus heel vroeg. Heel vroeg. Maar aan de ene kant ook wel weer prettig, want ik mag niet eten. Dus dan hoef ik ook minder lang te wachten met dat moet eten. En dan hoef ik ook niet de hele dag zenuwachtig te zitten zijn. Hoi. Hoi. En echt super chill dat het gewoon al zo snel komt. Echt heel blij mee. Ik ga even het eten pakken. Ja, en ook... ja, sowieso natuurlijk. Dus ik heb die kans gelijk aangegrepen. Want met het hele corona gebeuren weet je maar nooit wat er tussen komt. Dus ik ben ontzettend dankbaar. Heb je zin om bij oma te slapen? Oh, boink. Wat ga je meenemen naar oma? Jesse Silver. Jesse. Neem je koffertje maar mee, goed. Zo. Daar gaan we dan. Ja, even de deur verder open, pap, want anders kan hij niet meer langs, hè? Dat snap je wel. Even kijken. Zo, pak maar de lift. Staat hij hoor. Te wachten op de lift met zijn koffertje. Papa! Ja? Kom maar. Loop maar met papa mee. Jesse, kom. Ja, goed zo. Met de auto. Toppie. Ja. Hij gaat helemaal vanzelf deze keer. Kom, lopen. Gewoon echt de deur dicht doen. Kom maar. Ga maar naar voren lopen, ja. Goed kijken. Komt er iemand aan? Ja. Andere kant. Ja. Oké, ga maar. Oh, hij gaat zwaaien naar jou. Rennen! Naar wie ga je toe? Jesse, naar wie ga je toe? Maar wie ga je logeren? Zo, doe hem maar in de auto. Doe je koffertje maar in de auto. Zo, doe maar. Goedemorgen, het is vandaag 22 februari. Ja. Januari, schat. Januari, sorry. 22 januari. En we staan voor het Haga ziekenhuis voor mijn operatie. Een liposuctie. Here we go. Liposuctie. Doei. Succes. Dankjewel. Zet hem op. Ja. Ga je rustig? Ja. Oké. Okay. Doei. Nou, ik heb een kamer alleen, room with a view. En als het goed is word ik wel 7:50 geholpen. Ik moest hier om 7:00 zijn, 7:50 geholpen. Ongeveer 8:45 klaar als het goed is. Om 12:00 naar huis, laat het op. 3 hours later. Nou, hallo. Het is inmiddels 10:50. Zo, we hebben het gordijn niet gedaan hoor. Nou, het zit erop. 7:50 lag ik op de OK. Ging heel rap allemaal. Ik was de allereerste van vandaag. Dus dat is op zich wel fijn. En om 9:15 is Sergio schijnbaar al gebeld. Ik heb nog geen dokter gezien. Maar ik was echt niet lekker.
misselijk, draaierig. En een enorme druk op me, onder mijn buik. Die dan ook weer doorstraalt naar mijn rug natuurlijk. Omdat dat gewoon een zwakke plek is voor mij, dus maar het schijnt bij veel vrouwen zo te zijn. Uiteindelijk ik op een po geplast op het bed. Nou, probeer dat maar eens liggend plassen, nou, dat gaat echt niet. Ik heb maar geprobeerd een beetje rechtop te gaan zitten. Uiteindelijk ook vanwege de misselijkheid toch maar gekeken of ik iets kon drinken. Dus een theetje of en een broodje kaas heb ik gegeten. Nou, ging er niet heel hartelijk in, maar daardoor kreeg ik wel wat meer kleur. En maar ja, door die druk. Het is echt geen fijne druk, joh. En maar Sergio die zei dat de arts al had gebeld en dat hij eigenlijk wel tevreden was. Verder niks geks gezien, dus phew. Maar ja, normaal zeggen ze van we halen een stukje weg met zo'n grote contactlens. En dat is bij mij dus wel een groter stuk geweest, omdat de ring van mijn baarmoedermond natuurlijk een stuk groter is. Ik mocht weer dit mooie ding aan. Dan weer in je blote bibs. Maar ja, ze moesten daar dan ook zijn, dus dat is op zich wel handig. Ik ben nu nog een beetje aan het bijkomen. Rustig aan, want echt nog niet. Echt langzaam aan, want ik ben echt nog niet helemaal oké. En afwachten wanneer ik weg. Mijn taxi is er. Met de rolstoel en al. Maar ik snel weg gaan hier. Ja. Goedemiddag. Het is inmiddels 2 dagen na mijn operatie. En ik moet zeggen, het gaat eigenlijk heel erg goed. Ik heb de eerste dag wel echt heel erg veel last gehad van misselijkheid. Druk onder mijn buik en zo. Toen dacht ik, nou, ik weet niet hoe ik het hiermee moet redden met alleen paracetamol. Ze hadden me ook wat anders voorgeschreven hoor. Maar de vorige keer is gebleken dat ik daar niet zo goed tegen kon. Dus liever niet. Dus ik heb eigenlijk vooral in bed gelegen. En tegen de avond ging het eigenlijk al een stuk beter. Ik bedoel, als de misselijkheid en zo weg is, dat scheelt echt de helft. En de dag daarna, ja, eigenlijk ook. Ging eigenlijk al prima. Gewoon een beetje rustig aan gedaan. Af en toe mijn benen omhoog. In bed gelegen. Maar ook gewoon uit bed gegaan. Dus ik mag niet klagen, moet ik eerlijk zeggen. En dit is dus de tweede dag. En ik ben lekker naar buiten gegaan. Heb het huis een beetje opgeruimd. En ja, ik voel me eigenlijk best wel heel erg goed. Dus daar ben ik heel blij om. En ik weet niet of ik jullie dit al heb verteld, want ik heb wat ingesproken toen ik eigenlijk uit de narcose was. En dan ben je toch nog een beetje onder invloed. In ieder geval heeft ze verteld dat ze ervan uitgaat dat ze alles heeft weggehaald. En over 2 weken krijg ik dan te horen of hetgeen wat ze hebben weggehaald inderdaad ook is wat ze eerder hebben geconstateerd. Dus ze doen voor de zekerheid nog een biopt, om zo maar te zeggen. En als dat het is, dan zou ik als het goed is over een half jaar nog een keer terug moeten komen en dan weer een uitstrijkje laten doen en dan kijken hoe het er dan voor staat. En na 2 jaar zou ik dan gewoon weer mee mogen doen met het bevolkingsonderzoek. Dus daar hopen we op. En verder, ja, wat hebben we nog meer te vertellen? Nou, in ieder geval gaan we vrijdag tekenen voor het nieuwe huis. En dan gaan ze februari ook al beginnen met bouwen. Dus dat is allemaal een stuk eerder dan verwacht. En ondertussen ben ik een beetje bezig op de computer. Ben ik wat foto's aan het bewerken.
van Jesse. Even kijken of ik het kan laten zien. Zo was hij dus. Eerst. En dit heb ik ervan gemaakt. En ik had er nog een. Even kijken. Deze. Oh, verkeerde. Oh, even kijken. Nou, ja, oké. Okay. Dus dit was het eerst. En nu dit. Het is toch een knap ventje, hè? Ik ben trots op mijn ventje. Hé, waarom ben ik nou een stuk? Oh. Hé, hij past zich automatisch aan, zie ik nou. Oh, ik heb hem helemaal niet op filmen gezet. Maar nee, ja, ik hoop dat het voor jullie niet uitmaakt. Oh, ik heb trouwens op mijn lip gebeten. Oh, Jesus. Oké. Okay. Smakelijk ook. Ah. Oké. Okay. Nou snap ik waarom dat niet zo lekker voelt. ja, en de avondklok is ingegaan. Dus ik geloof dat het nu 9:00 is. Vandaag komt Elena, de zus van Sergio, die komt vandaag even langs. Want we mogen ook maar één persoon. In ieder geval één volwassene. En ja, dat we toch nog een beetje contact hebben. In de tussentijd zijn we nog steeds bezig rustig aan telkens wat dingetjes weg te doen. Want eigenlijk over ongeveer 2 weekjes, 2-3 weekjes, dan gaan we alvast over. En de 19e gaan we dit huis overdragen. Dus spannend, allemaal gekke dingen, drukke dingen, maar wel heel erg leuk. Hij kan nooit zo. Nee, dat is Esmee. Esmee, hij zegt nu tegen jou. Ja, de linker maar tikken. De linker maar pakken. Mijn zus en company zijn op visite, maar we zijn helemaal klaar met binnenzitten, dus we gaan eventjes gezellig naar de speeltuin. En Esmee heeft er ook heel veel zin in. Het is koud, hè? Ja. Hoe gaat het, baby? Lekker om even eruit te zijn. Even frisse lucht. Ja? Vanmiddag was er een lekker zonnetje. Ja. In Limburg is er schijnbaar echt heel veel sneeuw gevallen. Dat is moeilijk. Maar als we hier naar Oude gaan, dan hebben we geen gelijk aan. Nee, dat is waar. We moeten draaien om ons scherp te stellen. Ja. Zo, nou ik ga heel eventjes met Jesse bezighouden. Wat ga jij doen, schat? Ik hou een oogje in het cel. Een oogje in het cel. En dan geef ik bij deze de... het vlogstokje over aan Nienke. Ga jij filmen? Ja. Oké. Okay. We gaan het parcours doen. Kijk. Heel het parcours en die gaan we doen. Dus als eerst ga ik stappen. Nee, die kon ik niet zo ver wachten. Snap. En nu ben ik zo. Zo aan het klimmen. En ik heb de camera nog, dat is extra moeilijk. Je gaat niet op. Doe maar gewoon even dit. Even stappen. Oh nee. Ik val. Op boom stappen. Snel. Ja! En we hebben nu het puntje. Daar gaan we nu overlopen. Oeh. Nee, niet dit. Kijk. Dat is cool, super moeilijk. Ja! Hey Jesse! Dus ik ga nu het parcours doen. Ik val bijna. Ja, goed geslaagd. Oh, dit is een grote sprong. Ik heb die gehaald hoor. Nee, ik heb niet gehaald. Oh, dit is ook een grote sprong. En ze leeft het parcours. Ik ben aan het vloggen. En ze mee, meisjes.
kan het wel. Goed zo, goed zo. Goed zo. Zo, de rust is weer gekeerd. Ja. Dan moeten we morgen alleen wel eventjes onze nieuwe melkschuimer laten zien. Klopt. Want we hebben nu al dikke cappuccino's op en chocolademelkjes. Ja. Ik zit er wel echt helemaal vol van. Ik zit er ook wel vol van. Maar het is nog steeds niet de smaak die ik van je dingen ken. Dus dat zal ook aan de koffie liggen. Hè? Ja, ook deels. Moet eens luisteren. Naar binnen, kut. Stuurde mijn vader. Is leuk. Naar binnen, kut. Naar binnen, kut. Ja. Te blijven lachen, hè, meester. Zal ik anders zo meteen met Mojo en Reggie door de straat gaan lopen? Om thuis te lokken. Kijken of ik wel aangehouden. Zijn die honden van u? Ben ik wel echt weer een voorbeeld, voorbeeldfunctie, hè? Nou. Nou, ik ga douchen. Morgen weer... vroege dienst. Oh. Voel je? Eigenlijk wel oké. Okay. Ja, je ziet er ook... ziet er ook erg leuk uit. Ziet er leuk uit. Ja. Nee, ik mag echt niet... Mopperen. Nee. Mag niet mopperen hoor. Niet mopperen nou. Oké. Okay. Gaan we nou even iets leuks kijken dan of zo? Ja. Een half uurtje. Ja. Oké. Okay. Eerst even lekker douchen. Oké. Zo. Hi. Het is alweer Monday. Maandag alweer. Ja. Het tijd om een vlogje te uploaden. Gaat het? Gaat het goed? Hey. Hey. Nou, even het geluid wat zachter hoor. Nou, dat hoeft geen niet. Het is tijd om deze vlog af te sluiten. We hebben alles ondertekend. We hebben alles ondertekend. Alles van is huis. Ready voor het huis. Ja. En vrijdag gaan we officieel tekenen. En dan hebben we gewoon een huis gekocht. Yes. Ramp. En dan de 19e gaan we dit huis verkopen. Hey. Hey. En dat gaan we samen met jullie vieren. Gaan we met z'n allen uit eten. Nou, dat kan niet doen. Ja, er was weer een hoop heiboel aan de hand. Overal en nergens. Van al die protesten. Stelletje rampdebielen. Al die vrijheidsstrijders. Ja, echt stelletje rampdebielen zijn het. Dat je echt denkt van, ik snap dat je het er niet mee eens bent, maar is het nou zo erg om na 9 uur gewoon even gezellig met je familie te zijn? Met je gezin. Gewoon even quality time. En voordat we afsluiten, ik ben heel blij met onze melkschuimer. Severin. Bol.com jongens, bol.com. Kijk, ik ga voor jullie, alleen voor jullie ga ik nu om 4 uur cappuccino drinken. Want ik als Italiaan zijnde drink natuurlijk na het middaguur geen cappuccino. Dat is niet waar. Drink heel erg. Je hebt zo'n leugenaar. Cappuccino. I'm not a liar. Nu nog melk in. Er zit wel heel veel melk in. En zo
zet hem aan. Ga je draaien? Kijk, ga je draaien. Hey. Maar als je niet meer zet. En dan kun je dus de temperatuur instellen. Je kan hem ook koud doen, of je kan hem warm doen. Ik heb hem nou wel heel warm staan trouwens. Ik zet hem iets terug. En dan met deze erop, want anders... wordt hij helemaal goed warm natuurlijk. En dan heb je gewoon binnen een paar minuten het allermooiste melkschuim voor de allermooiste cappuccino's. Voor mijn allermooiste René. Voor de allermooiste René? Ja. Oké. Nou ja, wat toppie. Nou, zoals ik al zei, het is maandag. Ik ben vrijdag geopereerd en ik mag echt niet klagen. Ik voel gewoon helemaal niks meer. Dus ik hoop voor iedereen die hetzelfde moet ondergaan, dat het bij jullie ook zo zal gaan. Ik ga er eigenlijk wel vanuit, want het is wel een beetje zoals de gynaecoloog het had voorspeld. Dus ja, ik hoop dat natuurlijk voor jullie hetzelfde. Ik wil overigens iedereen bedanken voor de steunbetuiging. Wow! Echt ontzettend veel steunbetuiging gehad, niet normaal. Dus ontzettend bedankt ervoor, want dat heeft me heel, heel goed gedaan. Voor nu zeg ik, voor dit een leuke vlog, doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, belletje aan te zetten. En dan zien we jou weer heel graag bij de volgende vlog. Ciao! Ciao, 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 ciao. See you.